Wilco, hey. Waar zijn wij vandaag? Wij zijn in Madrid op de COP25 met heel veel mensen. Er zijn hier duizenden mensen. Het is de grote wereldwijde klimaatconferentie waarin iedereen natuurlijk hoopt dat er stappen gezet gaan worden. En wij zijn hier voor de banken en de financiële sector. We zijn in Nederland natuurlijk stappen aan het zetten, hebben we eigenlijk al gezet, hè, met klimaatcommitment en het meetbaar maken van de impact van de bankbalansen en al onze klanten. En we zien dat dat navolging krijgt. Dus zojuist is hier binnen de Spaanse Bankenfederatie bezig geweest om hun klimaatcommitment aan te kondigen. We zijn in Spain, we have arrived to a very relevant collective commitment. On climate, it's a collective commitment to climate action, very similar to the commitment that we signed in New York in September, together with more than 34 banks. Now practically 95% of the banking system in Spain have signed this commitment. Mooie woorden, die zijn er altijd. Hè? Wat je nu merkt is, vind ik, dat er ook gewoon vaak concrete plannen worden gezet. De gesprekken die wij in Nederland natuurlijk ook met elkaar hebben. Het is veel groter dan wat het vroeger was en het is veel concreter dan wat het was. En dat geeft mij altijd wel weer hoop. Dus ik vind dat een hele positieve ontwikkeling, want dan gaan de dingen vooruit. Het is heel duidelijk, je had natuurlijk Peter Blom, hè, die hebben we meegenomen uit Nederland. Ik was enorm dankbaar dat hij kon komen. En die is natuurlijk vanuit Triodos altijd al hiermee bezig. Maar als je luistert naar banken als HSBC, Santander en BBVA, dan zie je dat de CEO's heel serieus bezig zijn met commitment.